Thank you.
Thank you.
Pianist Arthur Jussen, geboren in 1996 in Hilversum, was de solist in dit tweede pianoconcert opus 19 van Ludwig van Beethoven. Tijdens dit zondagochtendconcert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Radio Kamerfilharmonie onder leiding van Frans Bruggen. Een concert dat niet alleen te horen is via Radio 4, maar ook te zien is via een webcast. De pagina hetzondagochtendconcert.nl. En daar zijn we ook aan het twitteren met z'n allen. Terwijl hier het applaus klatert voor Arthur Jussen en uiteraard orkest en dirigent. Twitteren kan hashtag ZOC of hashtag Jussen. Frans Bruggen, de dirigent, die rustig op de kruk blijft zitten, terwijl Arthur al twee keer de trap is opgespurt. En hij komt nog een keertje terug. En nou verwacht uiteraard iedereen dat we nog een klein extraatje krijgen van Arthur in zijn eentje. Het mag van de maestro. Thank you.
een toegift van de jonge Arthur Jussen. De Nocturne, opus 32, nummer 1 van Frédéric Chopin. De Nocturne in Bes. Daar gaat Arthur. U luistert naar het zondagochtendconcert bij de AVRO op Radio 4.